Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In de video van vandaag heb ik weer een unboxing van de bookshelf. En dit is de januari box en ik heb het gevoel dat ik al heel lang geen unboxing meer heb gedaan. Maar dat komt natuurlijk omdat de december box al best vroeg in december binnen was gekomen. Omdat die voor veel misschien ook nog wel een kerstcadeautje zou zijn geweest. Dus voor kerst hadden we die al binnen. Dus het is nu eind januari. De tijd is voorbij gevlogen, al zeg ik het zelf. En het is nu eindelijk tijd om weer een nieuwe box te openen. Ik heb de YA box gekozen en ik denk dat ik al weet welk boek erin zit. Maar daar zal ik zo eventjes wat over vertellen. We gaan hem eerst openmaken. En ik zie weer allemaal verschillende dingetjes. Ik zie de goodies, het boek en van onder ligt nog een ander goodie. Dus ik ga eerst het kaartje erbij pakken zoals gewoonlijk. En het is dit schattige kaartje. Hier staat op Don't Worry, Be Happy. En hij is echt heel schattig. Ik vind de kaartjes die Peggy uitkiest voor mij echt geweldig. Daar geniet ik gewoon heel erg van. En hierop staat... Hi Raisa, het is tijd voor de allereerste boekenbox van 2020. In nieuw jaar gaat vaak gespaard met een nieuwe... Puntje, puntje, puntje. En daarom heb ik voor Goodie 2 gekozen. Je kunt er op elk moment mee beginnen, dus heel veel plezier ermee. Bedankt voor je bestelling. Heel veel leesplezier gewenst, liefst Peggy van de Bookshelf. En het gaat gepaard met een nieuw... een nieuw voornemen neem ik aan. Nieuw doel, nieuw goal. Ik durf het niet per se te zeggen. Maar heel erg leuk. Ik vind hem gewoon zo schattig. Kijk nou hoe schattig die donut is. Oké, we gaan door naar goodie 1. En goodie 1 ligt bovenop. Dus dat is makkelijk. Het is al wat zwaarder. Een zwaarder pakketje. En aan de vorm zou ik niet kunnen zeggen wat het is. Dus we gaan hem gewoon openmaken. En zoals altijd... ben ik gewoon zo iemand, ik bewaar altijd de papiertjes en die kan ik of als papiertjes weer gebruiken als ik een cadeautje zelf aan iemand weggeef. Maar ik vind het ook heel erg leuk om te knutselen, dus dan kan ik het ook wel eens gebruiken. En oh jongens, wat erin zit is dit rolletje met Weathers Originals. Ik weet niet precies hoe ik het uit moet spreken. Maar dit zijn van die karamel bonbon dingetjes. Deze vind ik echt heerlijk. Dit komt helemaal goed. Het is niet per se heel goed om 2020 gezond te beginnen. Deze komen zeker binnenkort wel op. Heerlijk in ieder geval. Ook lekker voor tijdens het lezen. Dan doe ik heel even het boek aan de kant. Die trouwens ook echt zwaar is. En dan hebben we vervolgens namelijk goodie nummer 2. En deze gaan we ook eventjes uitpakken. En ik denk dat ik iets heel leuks zie. En ja hoor. Dit is een... boekje. En oh, wat leuk. Oh, dat vind ik heel erg leuk. Oké, ik ben heel erg van het plannen. Ik vind plannen zelf heel erg leuk om te doen, maar ik vind het ook fijn, want dan heb ik gewoon even mijn structuur en dan weet ik waar ik aan toe ben en het helpt me gewoon heel erg. En dit is een to-do boekje met vervolgens priorities, appointments, for tomorrow, notes en dan natuurlijk je to-do lijstje. En als je hem openslaat, dan gaan we eens even kijken. Dan is dit hoe het eruit ziet. Je hebt dus één pagina voor een dag, neem ik aan. Kan je hier zo de datum schrijven. Vervolgens hier zo omcirkelen of aankruisen welke dag het is. En dan kan je al deze dingetjes invullen. Wat voor mij echt wel heel erg handig is. Ik heb mijn agenda en daar staat al best wel wat in. Maar soms is het gewoon handig om het wat specifieker te maken. Want in mijn agenda heb ik niet super veel ruimte per dag om iets op te schrijven. En dit geeft me wel
een stuk meer ruimte om iets op te schrijven. En er zijn heel veel pagina's. Dus plannen dit jaar gaat perfect worden. Oké, dan komen we aan bij het boek. En zoals gewoonlijk zit hij weer prachtig ingepakt. En ik zal eventjes kijken wat de hint is. Of wat de hint was voor deze box. De januari hint. En voor YA is het: niemand mag weten wie zij is, waardoor ze haar krachten verborgen moet houden. Hij jaagt normaliter op haar soort, maar dan worden ze door het lot gedwongen om met elkaar te trouwen. Staat dat er? Oh, ik heb net mijn bril afgezet, dus als ik dat moet lezen, dan gaat het allemaal een beetje verkeerd. Dus stond er inderdaad. Oké, ik denk dat het boek Heks en Jager, heet het De Heks en Jager, erin zit. Ik weet niet eens zeker of die zo heet in het Nederlands. Het is... ik weet het ook in het Engels trouwens niet. Maar in het midden staat er een soort slang wat een N is. Dus misschien is dat dit het boek. Ik weet het niet zeker. Maar toen ik die hint las, toen dacht ik, volgens mij is dat zomaar het boek wat in deze box gaat zitten. En jongens, ik kan echt niet uitpakken. Ik moet echt leren om uit te pakken. Een cursus volgen in uitpakken ofzo, want het is altijd zo mooi ingepakt en dan moet ik het altijd zo erg verpesten. Maar goed. Ik heb, als het goed is, kan ik hem er nu uitkrijgen. Dit boek wat erin zit. En het klopt. Het is inderdaad Heks en Jager. En het boek is van Shelby Mahurin. En uitgegeven door HarperCollins. En ik vind deze koffer echt heel erg mooi. In het Engels is hij hetzelfde. Alleen zijn de woorden natuurlijk anders. Het is, ja... Is het Witch and Serpent of zoiets? Maar hier zie je inderdaad de slang waar ik het over had. Wat het N-teken maakt. En ik vind het wel heel erg mooi. Op de achterkant staat: er is een lot dat erger is dan de brandstapel. 2 jaar geleden ontvluchtte Louise LeBlanc haar heksenkring en vestigde zich in de stad Kesserin. Omdat niemand mag weten wie ze is, laat ze sindsdien alle magie achterwege en leeft ze van wat ze kan stelen. Want in Kesserin worden heksen als Lou opgejaagd. Ze worden gevreesd en verbrand. Reed Diggory, een beëdigd heksenjager van de kerk, heeft altijd maar 1 principe gehad. Gij zult geen heks in leven laten. Het is puur toeval dat zijn pad dat van Lou kruist. Maar nadat Lou hem een gemeen streek heeft geleverd, dwingt de kerk hen tot iets wat ze geen van beiden voor mogelijk hadden gehouden. Ze moeten trouwen. Lou is doodsbang dat men erachter zal komen wie ze werkelijk is. En ondertussen heeft ze nog een probleem. Haar gloeiende gevoelens voor Reed. Oké. Ik zie hier trouwens op de achterkant dat Sarie en Maas er iets over heeft gezegd. De boeken van Sarie en Maas vind ik ook altijd geweldig. Dus dat moet vast wel iets goeds betekenen. Ik ga zo even kijken. Ik zie dat we in het eerste hoofdstuk Lou volgen. Ja, het is dus een wisselende perspectief tussen Lou en Reed. En dat maakt het altijd wel interessant, vooral zulke verhalen waarbij de ene echt een hele andere visie heeft dan de ander. Dus ik ben heel erg benieuwd naar dit boek. Ik keek er heel erg naar uit. En het is ook de reden waarom ik het boek niet zelf heb gekocht. Omdat ik bijna zeker wist dat deze in de box zou zitten. Dus hij zat erin. Ik ben er heel erg blij mee. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe die zal zijn. Goed, dan was dit alles wat in de box zat. En ik zal eventjes hier zo naast me, ik weet niet of het naast me wordt of half over me, de hints van volgende maand zetten, van februari. En ik zal eventjes kijken. Ik heb voor YA gekozen en hier zo staat: een gloednieuwe serie in een prachtige elfenwereld vol spanning, romantiek, intriges, denk ik, en magie. Die heb ik uitgekozen. Ik hoefde alleen maar YA te lezen en toen dacht ik, ja, dat gaat hem worden. Dus daar heb ik voor gekozen. En verder kan je natuurlijk ook uit andere genres kiezen. Er zijn bij 2 genres
twee verschillende boeken waar je uit kon kiezen. Dus moet je heel even naar de site gaan. Daar zo kan je wat meer lezen over de boeken zelf. Linkje staat altijd hier zo in de omschrijving.